Welkom iedereen op de 9e editie van de prijsuitreiking van de Vevia Innovatiewedstrijden. Bienvenue à tous à cette 9e édition de la remise des prix des concours à l'innovation de Vevia. Voor de voedingsindustrie is het cruciaal om kruisbestuiving te realiseren tussen de industrie en het onderwijs. C'est en effet essentiel que tant l'enseignement puisse collaborer avec les différentes entreprises du secteur alimentaire. Et la raison est très simple, c'est que les jeunes sont l'avenir de nos sociétés de demain. Er zijn hier een aantal zeer leuke concepten tentoongesteld die inspelen op eigenlijk het gaan valoriseren van afvalstromen en dergelijke. Dus die toch inspelen op belangrijke trends naar duurzaamheid, maar zeker ook naar gezondheid en dergelijke. Dus zeer mooie wedstrijd. Ik denk dat, effectivement, en personnellement, je trouve que c'est une des atouts que l'on doit développer en Belgique. Et on sait que l'industrie alimentaire en Belgique est très importante. Et s'il y a de l'innovation en plus, c'est un argument de vente supplémentaire pour nos producteurs belges. Ik denk dat een event als dit een zeer belangrijk element is om ook jonge studenten in aanraking te laten komen met de voedingsindustrie en ook in aanraking te komen met nieuwe ingrediënten, nieuwe ideeën. En voor de voedingsindustrie zelf ook te zien, oké, waar denken deze groep mensen aan, wat aan type voeding, waar appelleren ze naar, waar willen ze naartoe? Innovatie is eigenlijk belangrijk voor de toekomst van de voedingsindustrie, zeker omdat de voedingsindustrie ook heel veel exporteert. Dus je moet wel innoveren om te kunnen evolueren en buitenlandse markten te veroveren. Disons que effectivement inviter des écoles, donc ce sont en fait les futurs entrepreneurs dans le secteur et c'est effectivement une manière d'inciter ces gens à innover et à les encourager en tout cas. Wie heeft de eerste prijs van Vevia Vlaanderen gewonnen? Het gaat over het gezond en glutenvrij bier Castaar van het Koninklijk Atheneum uit Zottegem. Proficiat. We hebben wel een product die echt glutenvrij of glutenarm bier, die echt wel aanslaat. Vandaar, het kan morgen in de rekken komen en dat is het grote succes, denk ik, van ons product. Le premier prix du trophée Wallonie 2017 est attribué à l'équipe EcoBrain du Collège des Étoiles. Donc on est très content d'avoir gagné, on s'y attendait vraiment pas. Donc au début c'était juste un plaisir, on voulait juste s'amuser, participer à des nouveaux trucs. Et au final on se retrouve premier, donc c'était le stress total. Et puis on se retrouve sur l'estrade, on nous dit qu'on a eu le premier prix, enfin on n'en revenait pas quoi. So the first prize goes to TMS Food Factory of Thomas More Kempen University College of its product, Tagliavena. We hebben tagliavena gemaakt. Dat is dus een havermoutpasta zonder gluten. En de glutenstructuur is vervangen door een combinatie van wei, eiwitten, lijnzaad en rijstgriesmeel. Dus dat is tof. I want something to